Welkom bij de Racing NL Quiz. Bij deze quiz ga ik vragen stellen die jullie kunnen beantwoorden. Ze kunnen over dit kanaal gaan of over racen in het echte leven of alles wat met auto's en race te maken heeft. Het gaat over een aantal rondes, over 4 rondes. 1 video is 1 ronde. In 1 ronde stel ik 1 hele moeilijke of een paar iets minder moeilijke vragen. En wie de meeste punten heeft, die wint de ronde. Dus wie na 4 afleveringen de meeste punten heeft, die wint de ronde. En als je de ronde wint, dan kom je op een auto in Gran Turismo met je naam. En die auto die zal ik op RacingNL Instagram gebruiken. En bij video's komt die nog voorbij. Dus alle redenen om je best te doen om de quiz te winnen. Dit is ronde 1, de eerste video. Dus laten we gauw beginnen met de vragen. En de eerste vraag van de eerste ronde is: voor welk team rijdt Max Verstappen nu? Dus in 2018, 2019. Dat is hetzelfde team. Nou, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, denk ik. Door naar de tweede vraag. Wie is er dit jaar wereldkampioen geworden? Dus wie is er in Formule 1 2018 wereldkampioen geworden? De derde vraag is: op welk circuit rijd ik in Formule 1 2018 in mijn best bekeken video? Dus van al mijn video's van Formule 1 2018, degene die daarvan het best is bekeken, op welk circuit rijd ik? Dat is dus vraag 3. Dan gaan we door naar vraag 4. Met welke camera rijd ik het meest in alle Formule 1 spellen? Er is er eentje, de laatste tijd wissel ik wel eens af met training en dergelijke, maar er is er één waar ik echt het allermeest mee rijd, 1 camera stand. En welke is dat? En als laatste vraag 5. Welke race-spellen zijn er te zien op dit kanaal? Dus welke spellen gebruik ik allemaal bij RacingNL? Nou, weet jij de antwoorden op de vragen of weet je bijna alle antwoorden? Laat dan een bericht achter om deze video, dus plaats een comment. En ik zal alle antwoorden doorlezen en de punten bijhouden en optellen. En de volgende aflevering zal ik de goede antwoorden geven. Ik zal de tussenstand van de punten geven. En natuurlijk weer een aantal nieuwe vragen. Nou, ik hoop dat jullie het goed doen. En we gaan het zien. Tot de volgende aflevering.